Mijn naam is Maarten Hoekstra. Ik ben verbonden als docent Bestuurskunde aan de Thorberg Academie. De Thorberg Academie is een onderdeel van de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Je zult maar medewerker of vervelender nog cliënt zijn van een thuiszorgorganisatie die failliet is gegaan. Bijvoorbeeld met Vita of TSN. Je zit dan zonder werk of zonder zorg. Wanneer organisaties failliet gaan, kan dat een grote impact hebben op de maatschappij. De grote vraag is later, had het faillissement voorkomen kunnen worden? Bijvoorbeeld door efficiënter te werken, concurrerender te worden. Door beter in te spelen op actuele ontwikkelingen. Het komt allemaal aan op het management. De basis van management is eigenlijk heel simpel. We behandelen drie eenvoudige, houdbare concepten. in de vorm van, jawel, een checklist. Die checklist vormt de kern van het dagelijks werk van elke huidige en toekomstige manager. In 80% van de gevallen gaan organisaties. door toedoen van het management ten onder. En de huidige manager is meer bezig met het managen van de interne complexiteit dan zorgdragen dat de organisatie waarde toevoegt aan haar huidige klanten. Dit soort teksten zie je al meer dan een decennium internetvora en vinden ook hun weg in serieuze media als binnenlands bestuur. Management is eigenlijk al meer dan een decennium een vies woord, maar associeer het met perverse prikkels en controlezucht. Leiderschap leek lange, lange tijd het toverwoord. Nu spreken we van publieke waarde. Hoogwaardige dienstverlening, toegespitst op het individu. De dienende overheid. Voorbij econometrisme en regelzucht. Het lijkt soms ook wel een mantra te worden. Je kunt er ook niets op tegen hebben. Als het gaat om zorg en onderwijs, willen we immers allemaal maatwerk. Toch is het goed om het kind niet met het badwater weg te spoelen. We moeten niet betoverd worden door mythes en hippe marketingtermen, maar teruggaan naar de basis. En daarvoor behandelen we drie met elkaar samenhangende thema's. Het eerste thema is. Zijn eigenlijk de begrippen efficiëntie en effectiviteit? Het tweede thema planning en controle en het derde thema doelstellingen. Hoe bepalen we die en hoe kunnen we die meetbaar maken? Efficiëntie en effectiviteit. We hebben allemaal wel een bepaald gevoel bij deze begrippen. Toch worden ze vaak door elkaar gebruikt en kunnen we ze niet loszien van de maatschappelijke behoeften en bedrijfsdoelstellingen die we daarom eerst behandelen. De wereld om ons heen verandert snel. Een paar voorbeelden. De techniek op het gebied van ICT, immigratie, politieke dagkoersen, dit betekent dat de behoeften mee veranderen. Een asielzoekerskind heeft bijvoorbeeld een andere onderwijsbehoefte dan een kind uit een Nederlands middenklasse gezin. Dit betekent ook dat je organisatie niet stil kan zitten. Je zult moeten zorgen en checken of de dienstverlening nog voldoet aan de maatschappelijke behoeften. Check dat dus. Heb je nog zicht op de wereld om je heen? Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats. Waar je niet met alle winden mee? Als je je afvraagt of de woningbouwcorporatie waar je werk zou moeten verrichten. als die zich richt op de verbouw en exploitatie van een oud cruiseschip. of dat je verneemt dat een kinderopvangorganisatie zich richt op de vakantiemarkt. vraag je dan af of je niet bent meegegaan met de dagkoers. Check dit continu. Maatschappelijke behoeften. nu en in de toekomst. Je hebt een aardig beeld van de maatschappelijke behoeften. vraag je dan af of je bedrijfsdoelstellingen hier nog op aansluiten. misschien moet je je hele visie aanpassen. Of misschien is het alleen de strategische planning of moeten de medewerkers een training krijgen. Richt de doelstellingen naar de maatschappelijke behoeften. Je komt er dan misschien achter dat je als school voor asielzoekerskinderen meer passend onderwijs moet aanbieden. Check, doelstellingen. Zijn deze nog helder en actueel? Het is niet voor niets dat trainers bijna altijd vragen: wat hoop je hier te leren? Ze willen niet graag de plank misslaan. Over raak slaan of misslaan, daar gaat het om bij effectiviteit. Heeft deze les zin gehad? Sluit de les aan bij de doelstellingen? Sluit die aan bij de behoeften van je klanten? Als het antwoord nee is, was de les niet effectief, niet zinvol. Het sluit niet aan bij de maatschappelijke behoeften. Check dus effectiviteit. Hoe helderder geformuleerd, hoe beter te meten. Wat zijn de kosten per lesuur? Had ik het slimmer, anders kunnen organiseren? Had ik in plaats van 12 misschien wel 15 studenten in de klas kunnen hebben? Kortom, was het efficiënt wat ik heb gedaan? Efficiëntie, de verhouding tussen hetgeen u erin stopt en wat er concreet oplevert. Dat is efficiëntie. Voorkom voorspilling, overbewerking en fouten. Haal het maximaal eruit. Check dus efficiëntie. En wat is de prijs van maatwerk? Samenvattend, effectiviteit gaat over de goede dingen doen, efficiëntie gaat over de dingen goed doen. Planning en controle associëren we vaak met begrotingen, rapportages en heel veel cijfers. Eigenlijk is het veel platter. Kijk eens om je heen, naar je bureau. Misschien hangt daar een briefje van wat je nog wilt doen, een to-do list. Of hangt er een poster waarop staat wat je baas wil dat je wilt doen, de targets voor de komende periode of een aantal gedragsregels. Vind je het lastig om grip te krijgen op planning en controle? Hou je dan vast aan de volgende definities van Anthony en Young: Planning, deciding what should be done. En how? Control, assuring that the desired results are being obtained. Als je goed kijkt naar deze to-do list, zul je zien dat planning en control onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het betreft enerzijds planning, maar het feit dat het naast je ligt en de zaken doorgestreept hebt, betreft de controlzijde. zijde Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Stel je werkt bij een callcenter en de manager dan zal gesprekken met je voeren over de targets voor de komende periode. Bijvoorbeeld over het aantal telefoongesprekken. En ze afspraken met je maken over de manier waarop je bijvoorbeeld mensen aanspreekt. Dat je ze netjes aanspreekt, dat je doorvraagt, etc. Typisch planning. Check dat. Deciding what should be done and how. Als je leidinggevende je vraagt hoe was je weekend, kun je dat tweeledig opvatten. Als gewoon warme belangstelling, maar net zo goed als uiting van controle. En misschien is het wel dat laatste: hij maakt een inschatting van je gedrag. Heb je veel gedronken? Heb je gevaarlijke sporten gedaan? Welk risico vormt dat voor de afspraken die jullie gemaakt hebben? Misschien spreekt hij je er wel op aan. Hopelijk niet. Check. Control. Assuring that the desired results are being obtained. Vaak wordt gesproken over de planning- en controlcyclus. Planning, het opstellen van de begroting. En control, het opstellen van tussentijdse rapportages en de jaarrekening. De planning- en controlcyclus bestaat eigenlijk alleen als menselijk construct, als gedachtegang. Als ideaaltype. In werkelijkheid bestaat planning en controle uit oneindig veel, in de meeste gevallen onafgemaakte cycli. Mogelijk heb je wel eens een persoonlijk ontwikkelplan moeten schrijven, en is je gevraagd om alles zo meetbaar en zo smart mogelijk te formuleren. En voelde je daarbij een forse innerlijke weerstand? We leggen ons niet graag vast. Houden graag de mogelijkheden open. Politiek gezien is dat natuurlijk ook vaak veel handiger. Om te bepalen of beleid effectief is. ...is het echter wel nodig om meetbare doelstellingen te formuleren. Hierbij vijf stappen om doelstellingen meetbaar te maken. De eerste stap. Het maakt nogal wat uit in wiens schoenen je staat. De balanced scorecard, die ook al wel wat uit de gratis is geraakt, gaat uit van meerdere perspectieven. Houd balans. We hebben gezien wat de bankensector deed toen aandeelhouderswaarde het enige criterium was. Een autobestuurder kijkt heel anders aan tegen verkeersdrempels dan de moeder van een tiende dochter die haar dochter langs een gevaarlijke weg naar school moet sturen. Check. De eerste stap bepaal het perspectief. Of liever nog, bepaal enkele perspectieven. Je kunt niet alles meten, zou je ook niet moeten willen. Vandaar de tweede stap. Bepaal de kritische succesfactoren. Waarmee staat of valt het succes van de organisatie of maatregel? Is snelheid de grote boosdoener? Of moet de verkeersveiligheid juist door het creëren van overzicht vergroot worden? Check. De tweede stap. Bepaal de kritische succesfactoren. We willen minder verkeersslachtoffers. We willen dat de snelheid verlaagd wordt. We willen overzichtelijkere verkeerssituaties. Check. De derde stap. Kies een richting. Gewoon voor de duidelijkheid. Maar waaraan meet je vervolgens af of het beleid succesvol was? Wat is je meetlat? Het kan betrekkelijk eenvoudig zijn. Je kan bijvoorbeeld kijken naar het aantal dodelijke ongelukken in een provincie gedurende het kalenderjaar. Of het aantal snelheidsovertredingen. Op een bepaald traject. Maar vinden automobilisten een verkeerssituatie overzichtelijk of niet? Dat is veel lastiger te meten. Check. De vierde stap: bepaal de indicator. Liefst zo concreet en simpel mogelijk. Maar wanneer is het goed of niet? Waar zet je letterlijk de streep en ben je tevreden? Welke norm hanteer je? Met 0, 5, 10 of 15 procent minder verkeersdoden? De vijfde stap. Check, bepalen van de norm en leg deze vast. We zijn aan het eind gekomen van dit videocollege. Als je als toekomstig manager in staat bent om meetbare doelstellingen te formuleren, je planning en controle kan zien als de kern van management, de effectiviteit en efficiëntie uit elkaar kunt houden en je oog hebt voor de veranderende omgeving, dan heb je de kern van bedrijfsvoering aardig te pakken en kun je je titel manager als geuzenaam voeren. En hoef je op feestjes geen zin te schamen.